Heb je nog een goede mop? Goeie mop, 2 tieten in een envelop. Huh? Strengere coronamaatregelen, rellende jongeren en het einde van de zomer die inmiddels in zicht is. Het is een deprimerende periode. En dus rest de vraag, valt er hier in Leiden nog wat te lachen? Toen liep ik op het strand, ja, dan hadden ze en toen zei ze Michael Jackson, nou ja. Of ze zeggen tegen je van André Hazes. Ja, echt. We hebben net nog gelachen. Hij struikelde over stoeptegel, dus toen hebben we lekker gelachen. Ja, dat is wel goed. Dat was hem. Oké. Ja. Hoe zou u mij nu aan het lachen maken? Nou, ik mijn broek misschien naar beneden trekt. La 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 Leiden, la 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 Leiden. Ik zou het echt niet weten verder. Waarom is een krokodil groen? Des te groener, des te zwemt hij. Ja, dat is... Slaat nergens op, maar... Dat is toch grappig. Ja, ik snap hem niet. Ja, dan gaat het ook om. Goeie mop, 2 tieten in een envelop. Waarom heeft een olifant rode teennagels? Ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Dat ligt eraan. Ja, ik weet het niet. Valt hij niet op in een bed aardbeien? Als ik moppen vertel, dan komen ze er heel slecht uit. Dus dat werkt bij mij niet. Want iemand vertelt mij een mop en dan probeer ik hem na te vertellen en dan werkt het niet. Want dan zit iedereen maar aan te kijken zo van, huh? Er was een meneer en die bleek symptomen te hebben van Alzheimer. En toen ging hij naar de dokter toe en hij zei, goedemorgen dokter, wat kan ik voor u doen? En toen zei hij... Nee, de dokter zei, wat kan ik voor u doen? Oh, de dokter zei, wat kan ik voor u doen? Hij zei, nou, dan kom ik aan u vragen. Ik ben zo laatste tijd zo verschrikkelijk vergeetachtig. Ik zal toch geen Alzheimer hebben? Toen zegt die dokter, hoe lang heb je dit al dan? Hij zegt, wat? Hoe noem je een homo die van wurgseks houdt? Touwgay. Fijne dag. 1 ding kunnen we na vandaag in ieder geval concluderen. Leiden is nog lang niet uitgelachen.